Pasja. Hallo. Nou, hier ben ik dan. Ja, hartstikke leuk. Dan weet je hoe laat het is, hè? Ja, precies, zo kort wel. Precies. Want jij wil iemand in het zonnetje zetten met een boodschappenkar. Ja, dat klopt. Wie? Dat is Ida. En waarom Ida? Ida ken ik al een jaar of 25. Ja. Via de handbal, daarna is het nog mijn buurvrouw geweest. Ondertussen helpt ze me hier ook met oppassen met de kindjes en dat soort. Staat altijd voor iedereen klaar. Heeft een maand geleden te horen gekregen dat haar vriend keelkanker heeft. Ach. Dus ondanks het coronajaar krijgt ze dat er ook nog bovenop. Ja. Sommige mensen hebben ook heel veel pech, hè, dit jaar. Absoluut, ja, absoluut. Hoe denk je dat ze dadelijk reageert als ik dadelijk met die kar voor de deur sta? Super blij. Echt, ze gunt zichzelf wat dat betreft niet heel veel. Nee. Al het wat nodig is, dat koopt ze. Ja, en nu ook met Gerard, zijn tanden zijn getrokken moeten worden, zeg maar. Dus hij kan eigenlijk alleen maar zachte dingen eten of kleine stukjes. Dus okay. Ja, het is voornamelijk ook vis en dat soort dingen, wat ook weer duur is. Ja. Dus ja. Hé, nou laat maar kijken. Champagne Brut, aha, voor oud en nieuw. Ja. Tapas, ik ga er wel wat extra's in doen hoor. Toetje mis ik mis het voorgerecht. Ja. Ik ga er van alles in doen. Helemaal top. En ik ga ze de hartelijke groeten en een virtuele knuffel geven. Ja, absoluut. Okay. Doe maar. Nou, ik heb een elleboog. Hey, super bedankt hè. Hey, groetjes hè. Doei doei. Doei. Tzatziki, ook leuk voor de volgende ochtend. Hè? Tzatziki proef je twee keer. Nou, dat lust hij wel hoor. Als dit niet zacht is, dan weet ik het ook niet meer. Wat een nassen voor de kat. Moet er natuurlijk ook aan denken. En voor oud en nieuw, champagne. Want vis moet zwemmen, toch? En dan na oud en nieuw de kater weg te spoelen, koffie extra sterk. Goedemiddag. Ida. Ja. Hallo. Hallo. Ik kom hier in het zonnetje zetten. En jullie weten natuurlijk wel namens wie. Ja. Marcia. Ja. Het is echt... Ja, zo'n lieve schat is dat. Ja. En ik hoorde dit, ik denk, echt geweldig. Je hebt een beetje een klote jaar achter de rug. Ja. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, eigenlijk te veel om op te noemen. Ja. Als laatste dat mijn vriend kanker, mondkanker heeft. Gerard, hoe gaat het met je? Ja, zeer goed. Ja? Naar omstandigheden, ja. Naar omstandigheden goed. Je staat ook alles meteen te filmen. Ja. Ja, dat is leuk voor het archief, hè? Ja. Ja. Ik heb met liefde boodschappen gedaan voor jullie. Er zit van alles in. Gourmet schoteltjes, kaasplankje, een flesje champi-pelleplop voor oud en nieuw. Oh, geweldig. Lekkere zalm. Oh. Nou, zachte hapjes voor jou, Gerard. Ik ben er best wel heel erg geëmotioneerd door. Zeker weer van haar. Het is er echt. Oh, het is een lieve schat. Ik hoop zelf dat volgend jaar... nog een paar van die champagneflessen kan knallen als we hoekbericht hebben gekregen. Zo is het. Ja. Dat 2021 maar jullie jaar mag worden. Ja, en we blijven positief. Zo is het. Ja. Oké. Okay. Hey, veel plezier. Dag Gerard, dag Ida. Dankjewel. Hoi, hoi. Doei. Doei.